bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vandaag ben ik in de Maaiboom en heb daar te gast Jenny van Schoten, initiatiefneemster van Fietsmaatjes in de gemeente Drimmelen, en Margot Pelders, Fietsmaatjes Oosterhout, waar het al fantastisch draait, hoor ik net. Horen we zo meteen meer over. Jenny, jij bent de initiatiefneemster, die hebt bij de gemeente en bij SWO aangeklopt van hoe kunnen we dat opzetten. Waarom? Vertel. Nou, ik fiets zelf ontzettend graag. Mm-hmm. Doe ik ook heel veel en flinke lange afstanden. Dat houdt me op de been. Ja. En ik heb geleerd van Fietsmaatjes landelijk dat het al in 37 gemeentes draait in Nederland. En wat dacht jij? En in Drimmelen niet. Hoe kan het? Precies. Ja, snap ik. Gemeente Drimmelen, zo groot. Een groene gemeente. Ik denk, daar moet Fietsmaatjes komen. Ik kijk even de camera in naar thuis. Volgens mij zitten er een heleboel thuis die denken van, yes, dat is een geweldig idee. Jij doet meer. Ik denk dat de meeste mensen in Maden mij wel kennen. Oké. Okay. Omdat ik heel veel fiets. En ik rij sinds 2 jaar op een vierwielfiets voor mezelf. Oké. Okay. Dat is echt bijzonder. Ja, heb ik nog nooit gezien. Nee. Als ik denk aan Fietsmaatjes en Oosterhout. Jij doet daar iets, hè, in Oosterhout? Ja. Ik ben direct naar Oosterhout, omdat ik weet van landelijke Fietsmaatjes. Oosterhout, daar draait het ook al. Ja? Ik denk, nou, dat is dichtbij. Ik ga contact zoeken. Uh-huh. En toen ben ik inderdaad met Margot in aanraking gekomen. En Margot die was zo vriendelijk om mij dus uit te nodigen voor ook mee te fietsen. En een heel gesprek over de opzet en dergelijke. Nou, dat was niet zo problematisch. Ik denk, dat ga ik in Maden beginnen. Dus ik ben iedereen die ik maar dacht te kennen, ben ik aan gaan schrijven. Gewoon met de mail. Nou, en we zitten hier aan tafel. Dat is eigenlijk heel snel gegaan. Ik wil eventjes naar Margot toe. Ja? Margot, ik hoor net van Jenny dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, hè? Vertel, hoe gaan wij dat in Drimmelen zorgen dat het op de kaart komt? Nou, ik ben ervan overtuigd dat jullie dat in Drimmelen heel goed kunnen. Net zoals wij, zodat het ons goed gelukt is. Ja. En dat begon bij ons begin 2021 met twee dames die dachten, wij zien die fietsen, dat willen wij ook. Mm-hmm. Voor onszelf later als we groot zijn. Ja. En voor onze ouders nu. En daar hebben wij een aantal andere enthousiaste Oosterhoutse fietsers bij gezocht. Een clubje gestart en we hebben toen een lijntje uitgegooid naar Fietsmaatjes Nederland. Die hebben ons in een drietal bijeenkomsten op weg geholpen met hun draaiboek. Ja? En ik moet zeggen, soms dachten we dat is simpel. Maar terugkijkend denk ik wel van we hebben daar veel aan gehad. Het heeft ons de snelheid van het proces bevorderd en ons voor een aantal makkelijk te voorkomen fouten behoed. Ik wil heel eventjes terug naar dat jij zegt van je bent met twee dames begonnen. Jullie hebben toen een aantal mensen gezocht. Hè? Dan zijn de mensen thuis natuurlijk wel benieuwd van wat verwachten wij van die mensen? Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want heb je het over een soort bestuur die het moeten gaan trekken, ja. Zeg maar kartrekkers. Hè? Wat hadden wij nodig en wat hebben jullie nodig? Ja? Een aantal mensen die van fietsen houden en een Drimmelens Mades netwerk hebben. En die denken van nou, daar heb ik wat tijd voor. Variërend van 2 uur per week tot een halve dag of een dag per week. En daar gaan we aan trekken en aan bouwen. Als ik naar thuis kijk, dan zitten er volgens mij een heleboel nu thuis te kijken die denken van of ik, of mijn vrouw, of man, of buurman willen dat. Ja, en ik moet zeggen dat ervaren wij als bestuur en dat komt daarna. Onze fietsvrijwilligers ervaren dat ook, dat het ontzettend veel waardering oplevert. Dus je bent bezig met iets wat je leuk vindt, het fietsen promoten. De vrijwilliger ervaart echt wel dankbaarheid van de gast, maar wat we misschien niet hadden zien aankomen is dat onze fietsvrijwilligers, dat die ons ook allemaal komen vertellen, joh, dit is zo leuk, ik zie uit naar mijn wekelijks ritje. Ik ga naar Jenny toe, want die is fietsvrijwilliger bij jullie. Dus ik wil van jou graag horen, Jenny, is dat echt waar? Nou, ik heb nog niet met mensen van Oosterhout kunnen fietsen, want het was wintertijd, dat is nog geen gelegenheid. Je bent net in de slechte tijd binnengestroomd, zeg maar. Precies, maar ik heb me dus ingeschreven bij het vrijwilligersteam en ik verwacht binnenkort
binnenkort van Margot wel een uitnodiging van... Dat je een keer het op is pad zover, mag. Ga jij nou maar eens een keertje fietsen. Ga ik toch even terug naar Margot voor die ervaring van die vrijwilligers. Want Margot, waarom vinden die vrijwilligers dat nou zo ontzettend leuk? Die vrijwilligers... We hebben het over twee typen vrijwilligers, hè, Lilian. Ja? De trekkers, de organisatoren van het begin. Die willen we vooral nu en, hebben. Hè? Ja, die hebben we echt nodig voordat we van start kunnen. Die gaan als ze met elkaar de organisatie vormgeven, al of niet met Fietsmaatjes Nederland. Die gaan ervaren dat als ze dit gaan neerzetten in Drimmelen, dat ze ook heel veel hulp en bijval gaan krijgen. Dat als je met dit verhaal de boer op gaat, zegt van joh, we willen graag mensen die niet meer kunnen fietsen, willen we helpen om weer wel te kunnen fietsen. Met dit verhaal ga je gewoon heel veel hulp en ondersteuning krijgen. Dus dat is hulp van diverse netwerkpartners. Zeg maar van huisartsen, fysiotherapeuten. Sponsoren, noem maar op. Van de WMO, van je maatschappelijk werk. Maar ook de sponsoren inderdaad. En willen dus. Dus dat gaat met dit doel gaat dat lukken. Je moet erop uit, maar het gaat verrassend goed lopen, kan ik voorspellen. Jenny, als ik dit zo hoor, dan gaat het ook hier in Drimmelen lukken. Maar Go, heel erg bedankt voor jouw ontzettend stimulerende woorden. Jenny, jij ook bedankt voor jouw bevlogenheid om de mensen op te roepen. We kijken ze alle drie nog even een keer in de camera. Beste mensen thuis, wil je meegaan doen met dit initiatief? Meld je dan aan bij SWO. En ik zie jullie graag weer volgende maand in het programma terug. Dank je wel.